Toen werd ik in het begin eigenlijk een beetje, het leek wel alsof ze weer hadden naaien, zeg maar, omdat je de aankoop van de trainer was die ontslagen was. Wie aan Mike de Wierik denkt, denkt al snel aan FC Groningen. Toch verruilde hij in 2020 het hoge noorden voor een avontuur in Engeland, bij Derby County. Helaas pakte deze overstap niet helemaal uit zoals de Tukker had verwacht. Toen nu aan terugdenk natuurlijk was het heel kort. Ja, het eerste wat je me ook toen binnenkreeg was natuurlijk corona. Dus dat was eigenlijk wel iets wat, wat de grootste boosdoener was waarom het eigenlijk zo kort duurde. Het begin was prima met Philip Cocu die mij gehaald had en gelijk in de basis gespeeld. Ja, de eerste wedstrijden ging niet, speelde zelf ook niet top, het team ook niet. En ja, op een gegeven moment had de trainer me even eruit gehaald. Je kan je wel accepteren als je zelf ook niet top hebt gespeeld. Andere competitie, ander land. Dat was wel even wennen allemaal, dus in dat opzicht is dat wel logisch. Op een gegeven moment kwam ik weer erin en het ging eindelijk goed tegen Bournemouth. Stond ik weer in de basis en speelde tegen Dan Juma en ja, eigenlijk iedereen was wel positief, dus dat was prettig. Toen dacht ik echt van, kan het nog? En die woensdag erna werd trainen ontslagen. En, ja, die zaterdag daarop, dus eigenlijk ging van zaterdag basis naar goed gespeeld, naar zaterdag tribune. Ja, en toen was het eigenlijk vrij snel klaar. Het leek wel alsof ze weer hadden naaien, zeg maar, omdat je de aankoop van de trainer was die ontslagen was. En, uiteindelijk had blijven werken, toen kwam nog wel bij de selectie. Alleen voor mij toen met corona, ja, als je op de wedstrijddag zeg maar, moet trainen en je ziet die andere jongens met de bus naar het stadion gaan, en, dan voel je wel als een kleine jongen op dat moment. En, toen eigenlijk vrij snel besloten wel om terug te gaan. In zijn korte periode in Engeland leerde hij onder andere Wayne Rooney kennen. Aan het begin was het icoon van Manchester United nog zijn teamgenoot. Maar nadat Philip Cocu als trainer werd ontslagen, koos Derby County ervoor om Rooney aan te stellen als zijn opvolger. Te Wierik kan Rooney zich nog goed herinneren en keek in het begin ook wel tegen hem op. Blijft natuurlijk wel een grote naam en een grote speler. Alleen in het begin, ik kan wel liegen, maar in het begin kijk je daar zeker wel tegen op. En dan denk je, hey, ik moet in één keer die bal naar Rooney passen. Hij vertelde altijd wat dingen over Van Gaal en zo, wat hij allemaal deed. En zeg, soms verstond ik de helft niet, want echt zo'n accent. Nee, maar daarna werd hij dus trainer en hij zei eigenlijk direct tegen mij weet je Mike, we staan er niet goed voor, dus ik kies nu voor jongens die championship gewend zijn. Weet je, dan ben je in ieder geval eerlijk, dus voor mij was dat hard, alleen het was wel eerlijk en duidelijk en hij probeerde ook snel gewoon duidelijkheid te verschaffen in de manier van voetballen, hoe hij het voor ogen zag. En ja, dat, zeg je dat bij Philip wouden ze toch meer op Nederlands manier voetballen, alleen hij had wel zoiets van als je dan even niet wil, dan gooi maar in die channels, zeggen ze altijd. En, ja, dat is wel echt iets Engels en dat probeerde hij ook daar wel in te slijpen. Na de lastige periode in Engeland besloot de Wierik om terug te keren bij FC Groningen. Helaas verliep zijn tweede dienstverband bij de club niet zo positief als het eerste. In het laatste half jaar kwam hij weinig aan spelen toe en uiteindelijk werd zijn contract ontbonden. Toch voelt hij geen rancune en doet de situatie van de club hem pijn. Er zijn natuurlijk een hoop dingen niet goed gegaan dit seizoen en alles zit dan ook een beetje tegen. Waar het dan ligt, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar het is wel, ik vind het wel spijtig om te zien. En dat doet ergens ook nog wel, wel zeer, zeg maar ook dat je gewoon een hele mooie periode hebt gehad. En omdat ik me eigenlijk altijd heel gewaardeerd heb gevoeld. Kijk, uiteindelijk ben ik wel trots op wat ik daar eigenlijk heb bereikt. En ik ben aanvoerder geweest, ik heb een mooi transfer afgedwongen. We hebben play-offs gehaald, helaas niet gewonnen. Ja, ik heb mezelf als speler, ook als mens, eigenlijk daar ontzettend goed kunnen ontwikkelen. En, in dat opzicht is het ook wel een mooie periode geweest. Alleen de manier waarop je natuurlijk weg moet, dat doet zeer. En, het is gebeurd en je moet ook weer vooruit. Het is nooit leuk als zoiets gebeurt. Sinds afgelopen transferperiode is de Wierik te bewonderen op de Oude Meerdijk. De verdediger is met open armen ontvangen en is blij dat hij voor FC Emmen uit mag komen. Volgens de Wierik was Emmen al een lange tijd geïnteresseerd. Ik heb al eerder contact gehad met de trainer, die we ze wel allemaal eerder hebben, ook toen ik terugkwam vanuit Engeland. Altijd contact gehouden, zeg maar. En toen mijn contract was ontbonden, was de link ook eigenlijk wel snel gelegd. Mark-Jan Vlederen zei daarmee tegen mij, had je me gisteren ook wel kunnen zeggen? Ik zei, natuurlijk hebben ze wel geïnformeerd dat ik niet speelde. En, toen kwam eigenlijk pas echt in de stroomversnelling toen mijn contract werd ontbonden. Ja,
als je ziet hoe snel dan dat nog weer interesse oplevert, zeg maar, is eigenlijk bizar. En, dus ja, ik was heel blij dat ik in ieder geval ook zeg maar, dan hier naartoe kon. Dus ik voor de, ik ook weer gewoon plezier hebben en lekker voetballen. Ja, dat was wel even het belangrijkste. En plus ervoor dat je nu ook weer thuis kan wonen. Het is voor mij een klein, binnen een uurtje kan ik het redden als je door kan rijden. En, dus ja, het had wel meer voordelen. En, ik ben bezig met huis bouwen. Dus ja, dat soort dingetjes is dan voordeliger, zeg maar. Alleen, ja, wat ik zeg, ik heb het ontzettend naar mijn zin en dat is voor het belangrijkste.